Hey Lini. Hey Bianca. Leuk dat je er bent. Ja, nou, heel leuk dat je er bent. Dit pand, de Schulpen in de Brakstraat. Jullie zijn thuis en jullie zijn samen gaan werken. Ja. En jullie zitten in een heel mooi pand. Dus nou, daar kom ik altijd. Ik ben hier nog nooit binnen geweest. Dit was vroeger het ZCAD. Hebben jullie al. Daar zaten dus alle drugsverslaafden van Middelburg kwamen hier om in methadon. En de alcoholisten, hè? En de alcoholisten, ja, dat soort volk ken ik niet. Dat het... nee. En maar, sinds wanneer zitten jullie hier zo? 1 mei. Dat is echt heel recent. Ja. Want jij zat op je laatste adres was de Blauwe Dijk. Ja. En jij zat in de Noordstraat. Ja. En daarvoor zat jij weer in de Lange Delft. Ja. Jij verhuist vaker. Ja. Maar is dit een soort definitief, hopen jullie? Ja, voorlopig wel. Voorlopig ja, wel. Ja, zeker wel. En maar het ziet er hartstikke... mooi uit. Is dit van een particuliere verhuurder dit pand? Ja. Ja, die hebben het 3 jaar geleden, als ik het goed begrepen heb, gekocht. Helemaal bovenin zitten er 2 appartementen. En de benedenverdieping is voor ondernemers. En hierboven zijn ze nog aan het verbouwen. Ja, oké. Dus jullie hebben je praktijk weer beneden, dan lopen we daar even naartoe, toch? Dat is goed. Lopen jullie maar voor, als jullie willen. Gaan we eens naar buiten? Ja, dat is goed. Buiten is ook altijd leuk. Kijk, en zonnig. De achterkant van de stad, hè? Daarom. Ja, dat is een flinke binnenplaats nog. Ja, achterplaats. Dit is dan de gezamenlijke binnenplaats, zeg maar. Dus het is eigenlijk meer voor de bewoners. En wij mogen hier ook wel zitten, maar wij hebben ons eigen stekje, zeg maar. Ja, maar dat is echt een soort aanbouw. Dat is dan helemaal een nieuwe aanbouw. Nou ja, die stond er al wel, maar die hebben ze helemaal gerenoveerd. Dus ze hebben heel die stuklaag en zo hebben ze helemaal opnieuw gedaan. En ja, groot en dak. Ziet de spiksplint er nieuw uit? Ja, er komt nog een groen dak op. Er komt nog inderdaad een energie-neutraal, warmte-werend groen ding. Ja. Ik ben ook gelijk nieuwsgierig wat hiernaast zit met die kleine raampjes. Keuken van Harold Aardig woont hierboven. Echt waar? Ja. Oh, daar ben ik wel eens geweest, joh. Die woont nu nog daar, maar die gaat verhuizen dan. Oh, oké. Okay. En dit is een oude kelder, die is half open. Ja. Staat vol water en zo. Ja. En ik wil natuurlijk ook even weten waar het op uitkomt. Mag ik daar even naartoe lopen? Is dat open? Ja. Oh, dat is wel. Want dat moet dan de achterkant van de Breestraat zijn. Dat klopt. Daar heb ik ooit nog gewoond, met alle plezier. Kijk. Ja, precies. Dat is een beetje een maf pleintje nu, hè? Want die gymzaal die gaat weg, toch? Ja, die wordt verbouwd. Ze blijft wel staan, maar er komen appartementen in. Al weg waar, ja? Ja. Zijn die al verkocht dan? Ik heb geen idee. Volgens mij is het plan nog niet helemaal. Nee. Dus net een stukje Oostkerk nog. Steekt er net bovenuit. Nog een beetje kunst. Helemaal broodachtig. Ja. Dat is toch een bijzonder plekje, of niet? Het is super. Ja. Oh, alleen maar vogels fruit. Ja. Ja, nu toevallig net een brommer die daar staat te ronken. Ja, maar is echt leuk dit. Zeker. Beetje lavendel. Ja, het mag buiten een beetje meer aangekleed worden, maar het mag even pimpen. Een beetje kruiden. Onze ja, eigen kruiden. Precies. Dan worden we een soort klasse level. Ja, ik zat zou zeggen heksen zonder bezem. Ja. Oh, en hier lopen we gelijk jouw praktijk binnen. Ja, dit is mijn ruimte inderdaad, ja. Ja. Nou, het is lekker licht en... Absoluut. Ja. Je bent er ook echt al, jullie zijn ook al, de praktijk draait alweer gewoon. Ja, ik wil nog wel wat aankleden, mijn gordijnen zijn beginnen maken en dat soort dingen. Maar buiten dat ben ik eigenlijk wel klaar. Helemaal, maar op de Blauwe Dijk zat jullie ook met een paar mensen. Zit daar nu nog iemand of is dat nu... Ja. Oh wel. Nee, Marisha zit daar nog. Oké. Okay. Ja. Toen dus de tijd zat er nog iemand bij, die is weggegaan vorig jaar maart. Oké. Okay. Dus toen zaten Marisha en ik daar samen. Marisha is daar gebleven. Ja. Ja. En jullie verband, want ik ken jullie natuurlijk allebei afzonderlijk van de diverse acties van de WOM en van de stad. Maar werken jullie ook echt samen of werken jullie afzonderlijk? Of hoe moet ik dat zien? Nou, we werken nog wel afzonderlijk, maar we sturen wel mensen naar elkaar toe. Ja. Ja. Dus we hebben eigenlijk, ja, Eline is meer, zeg ik altijd, van de chronische klachten. Dus die gaat erg diep en ik ben meer van de ontspanning. Maar als ik nou als totale lek, want ik heb mijn rug zit niet lekker en ik vind jullie allebei aardig en ik wil gewoon een massage, maar naar wie ga ik dan aanvankelijk toe? Ja, waar jij mee resoneert. Precies. Ja. Ja. Maar doen jullie dan samen een intake of kom ik gewoon... Nee, hoor, maar jullie verwijzen wel gewoon door naar elkaar. Ja. Ja. Stel dat jij bij haar komt en je zegt van ja, maar ik wil eigenlijk een massage omdat ik van mijn rugpijn af wil. Dan, en zij kan het niet gewoon met een gewone massage oplossen, dan zal ze zeggen ga dan naar Eline. Ja, precies. Maar dus, jullie werken dus gewoon nog onder de...
eigen namen. Ja, absoluut, ja. En dat is feeling fijn. En be good. Ja, 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 be good. Ja, ja. Ja. Nou, ziet er leuk uit. Loop ik ook even door naar, naar de volgende. Kijk, die vloer is ook helemaal nieuw zo te zien. Dat is een mooi vloertje. Ja. Alles is nieuw. Wat voor leuk. Ja, hier heb ik nog een lichtkoepel. En dan ben ik ook wel heel, heel nieuwsgierig naar de geschiedenis van het pand. Ik weet helemaal niet hoe oud dit is of in de praktijk van zijn ouders. 1742. Oké. Okay. Dus dat, ja, bij mij is het dan meer, ik heb twee ruimtes. Dus ook deze is dan wat kleiner. En voor mij is het prima om zo mijn massages te geven. Ik heb ruimte genoeg. En het kan eventueel zelfs nog een tafel kwijt. Dus als middelijk kan nog duo massages. Jij werkt liever wat met wat meer dat mensen echt kaarsen weer, en... ik ben meer van de... Van de zachtere vorm. En Eline is meer. Ik ben. Ja, weet je, het ligt ook een niet waar. Nee, dat is ook niet waar. Maar nee. Goed. Ja, maar je hebt ook heel veel verschillende soorten massages. En dat is, dat is voor een buitenstaander ook niet altijd even duidelijk. Maar om het duidelijk te maken, Bianca is meer van de wellness. Dus echt gewoon echt bijna alleen maar gericht op ontspanning. Ja. En ik ben eigenlijk gewoon meer om pijnklachten op te lossen. Ja, ja. Ik ben een beetje voor de mensen die overprikkeld zijn, de HSP'ers en dat. Ja, maar ik zie dus wel vergelijkbare dingen aan de muur. Maar ik zie bij jou inderdaad ook wat meer de Oosterse mystiek en dat soort dingen. Ja, ik denk, maar het is ook niet dat het echt, ik ga geen mantra zingen of... Nee, het is niet zweverig. Tenminste, ik heb je nog niet gehoord. Nee, hè? Ja, dan hier je andere ruimte, ja. Ja, die moet ik nog een beetje pimpen. Dus nu is het even prima om opslag te doen. Ja, dat is een hartstikke leuke ruimte. En je hebt daar ook nog van voren, want dat liep er daar net voorbij, daar heb je ook nog een toiletruimte en zo, toch? Ja, een keukentje. Dus we kunnen nog, we gaan misschien nog wel workshops geven met leuke dingen maken en hapje, drankje. Ja, ja, natuurlijk. Een beetje ontspanning gericht. Een heel modern fornuis zie ik staan. Ja, leuk. Dat is echt wel een ouwetje. Ja. Attack. Deze mensen, de eigenaar, die houden dus echt wel een beetje van dit soort dingen. Wel dat het allemaal gewoon netjes en comfortabel is, maar wel met behoud van originele elementen. Ja, ja. Dus het toilet, of niet? Altijd even het toilet ook kijken. Met kijk, een douche. En een douche. Nou, hartstikke leuk is toch? Nou, dat is hartstikke mooi. Ja, we zijn er ook heel erg blij. Ja, ik geloof het. Ja, En het is een fijne locatie, mensen kunnen ook nog parkeren hier om de hoek. Ja. Of gewoon voor de deur. Want dat overdag is eigenlijk altijd plaats. Ja. En gisteren had ik een mevrouw en die had ze gewoon bij ons spullen gezet. Kan ook heel goed, ja. Het is echt een fijn, want ik, inderdaad, de tijd dat ik in de Breestraat woonde, vond ik echt een hele fijne wijk om te wonen hier. Een fijn stuk. Lekker rustig en toch heel centraal. En je zit mooi bij de Oostkerk. Ja, waar ook van alles aan het gebeuren is. Hè. Ja, super. Nou, echt hartstikke leuk. Het Montmartre van Zeeland moet het worden. Ja. Nou, ik denk als ze zo doorgaan, gaat dat wel lukken. Ja, toch? Ja. En jullie zijn er nu ook bij, hartstikke leuk. Precies. Zijn er nog andere dingen die u nog kwijt wilde? Nu kan het en nu ben ik er. Of gewoon wees allen welkom. Ja. Misschien gaan we nog wel een openingetje doen. Maar, daar zitten we even te denken, maar we moeten even agenda technisch kijken wanneer we dat gaan doen. Nou, dat volgen we dan wel weer via Facebook. In ieder geval bedankt voor de rondleiding en heel veel succes hier allebei. Dankjewel, het voor jou.